Ik kan me nog niet helemaal beseffen dat we al in november leven. Maar ja, dat betekent wel dat ik weer een nieuwe Money Diary video heb van afgelopen maand, van de maand oktober. En aan het begin van de maand had ik met mezelf afgesproken om stoptober te doen. En dat hield in dat ik eigenlijk niks wilde uitgeven. Of nou ja, ik wilde stoppen met onnodige uitgaven doen. En ik ben eigenlijk best wel heel erg makkelijk als het gaat om geld uitgeven. Ik ben al bewust van mijn uitgaven. Ik koop al niet zo vaak onnodige spullen. Maar ik ben wel heel erg makkelijk met van als ik iets wil, dan wil ik het ook gewoon kopen. Want ik kan het aanschaffen, zeg maar. Want het is niet dat ik altijd twee keer over een aankoop hoef na te denken, financieel gezien. Dus daar ben ik heel erg blij om. Maar ik ben ook wel aan de ene kant heel erg minimalistisch. Want ik hou gewoon niet van onnodige spullen in huis hebben. Dus ik dacht, weet je, laat ik in oktober gewoon extra bewust zijn van mijn onnodige uitgaves. In plaats van dat ik het direct zou kopen, had ik met mezelf afgesproken dat ik het op mijn wishlist moest zetten. En als ik het echt heel graag wil, dan mag ik het uiteindelijk wel kopen. Of het nou dezelfde maand is of ergens in de toekomst. Uiteindelijk heb ik een aantal dingetjes op mijn wishlist gezet. Deze dingen kwam ik online tegen. Ik heb ook eigenlijk een regel met mezelf. Nou ja, ik zeg altijd, als ik iets niet heb gezien, dan wil ik het vaak ook niet. En sommige dingen die in mijn wishlist staan, denk ik nu van, oké, dat wil ik nog steeds wel. En sommige dingen denk ik van, waarom heb ik dat überhaupt in mijn verlanglijstje gezet? Want ja, tegenwoordig word je overspoeld met allemaal advertenties, nieuwe dingen. En het is ook wel fijn om af en toe de tijd te nemen om over je aankoop na te denken. Dat betekent niet dat ik afgelopen maand niks heb uitgegeven. Ik heb wel wat dingen gekocht, maar ik heb er wel twee keer over nagedacht. Meerdere keren over nagedacht. Of ik het wel of niet wilde aanschaffen. Dat ga ik straks allemaal laten zien. Maar ik ga ook nog natuurlijk andere categorieën af die maandelijks aan bod komen. Dus mocht je benieuwd zijn waar ik mijn geld in de maand oktober aan heb uitgegeven, kijk dan vooral verder. De eerste categorie die we gaan behandelen is de categorie abonnementen. En in deze categorie is er eigenlijk niet heel erg veel veranderd ten opzichte van voorgaande maanden. We hebben Spotify, dat is 15 euro. Mijn lensabonnement, dat is 27 euro. Dan de kosten van Netflix, dat is 8 euro per maand. Wat hebben we nog meer? Nextory, waar ik mijn luisterboeken op luister, dat is een tientje per maand. Dan mijn sportschoolabonnement, dat is om en nabij 43 euro per maand. Telefoonabonnement, 35 euro. En dan sluiten we af met internetkosten en dat is 63 euro. En dan komen we op een totaal van 201 euro. Dan gaan we door naar de OV-kosten. Die waren behoorlijk hoog afgelopen maand, namelijk 91 euro. Op sommige momenten ga ik bijna nooit met het OV. En soms komt het wel eens voor dat ik ietsjes vaker ga. En dat was dus afgelopen maand. Vandaar dat mijn rekening aan de hoge kant was. Het kan duurder, want OV is niet het goedkoopste. Dan de categorie persoonlijke uitgaves. Ik was afgelopen maand naar de kapper geweest om het een beetje bij te knippen. Ik ga echt maar 2 à 3 keer in het jaar naar de kapper. Omdat ik er gewoon niet echt zoveel behoefte aan heb. Want ik hou er gewoon van om mijn haar lekker lang te laten groeien. Dus ja, dat was 30 euro. Dan had ik een aantal verzorgingsproducten besteld. Dit stond al een hele tijd op mijn wishlist. En nu kom ik weer terug op mijn Stoptober Challenge. Dit was iets wat ik echt al lang wilde hebben. En er was nu echt een flinke korting. Dus daar wilde ik natuurlijk gebruik van maken. En dus ik heb 2 haarproducten en een cremetje. En dit was in totaal 43 euro. En volgens mij heb ik echt meer dan 20 euro hierop bespaard. Dus dat was mooi meegenomen. Dan iets wat ook al heel lang op mijn wishlist stond en ik alleen maar aan het uitstellen was om te kopen, was een goede blue light bril. Voor wanneer ik achter mijn computer zit of voor als ik lang achter een scherm zit. En ik had er al één, maar die was zo crappy. En ik merkte gewoon dat ik heel veel hoofdpijn kreeg tijdens
het werk en zo. Dus ik had hem aangeschaft en deze was 50 euro. Dan heb ik ook een nieuwe winterjas gekocht. Ik had er nog één nodig, want mijn vorige was stuk gegaan. En ik vind het gewoon heel erg moeilijk om de perfecte winterjas te vinden. Ik heb wel jassen, maar ik wilde eentje met een capuchon die waterbestendig was, die ook nog eens warm is. En ik was toevallig in de stad en ik liep langs de Hollister en ik zag daar jas hangen. Ik denk, weet je, het was niet mijn bedoeling om al die jas te kopen, maar ik dacht, ik wil gewoon eventjes passen. En ik had hem aan en mijn vriend zei van, deze moet je gewoon kopen, want dit is jouw jas. Hij had ook van die, hoe noem je dat? Waar je je handen in kan doen, die gleufjes, waar je duimen doorheen kan doen. Zo comfortabel. Ik dacht, ja, dit is gewoon mijn winterjas. Ik moet hem gewoon kopen nu. Dus ik ben ook heel erg blij met deze aankoop. En het komt bij mij echt bijna nooit voor dat ik een kledingstuk aan heb waarvan ik denk, ja, dit is hem. En wanneer dat dan ook daadwerkelijk gebeurt, dan kan ik het ook gewoon niet laten liggen. Dan moet ik het gewoon aanschaffen. Dan weet ik gewoon dat het mijn ding is. Dus deze jas. En deze jas was 109 euro. Dan had ik iets bij de Douglas gekocht. Dit was niet per se nodig. Ik had deze aankoop ook nog wel even kunnen uitstellen. Maar ik had nog een cadeaubon waar nog een beetje geld op stond. Dus ik dacht, weet je, ik koop het gewoon. Dus ik had een nagelknipper en een pincet besteld. En in totaal was ik zelf nog 13,50 euro kwijt. De volgende aankoop was wel een klein beetje impulsief. Niet helemaal, maar ook alweer een beetje. Ik had op deze dag niet echt mijn dag. En soms kan ik wel een emotieshopper zijn. Dan wil ik gewoon geld uitgeven en dan wil ik gewoon naar een winkel toe rondkijken en iets kopen. En dat had ik toen ik bij Kruidvat was. Ik had niet per se make-up nodig. Maar ik wilde wel gewoon een aantal make-upjes waarvan ik zeker wist dat ik het ook wel zal gebruiken. Het was ook niet een hele grote uitgave. In totaal was het 17 euro. Dan was ik een heel klein beetje geïnfluenced door TikTok. Maar ook dit stond al een tijdje op mijn wishlist. Het was namelijk een mini pocket printer waar je onder andere stickers en labels mee kan maken. En ik had een labelmaker echt volgens mij alweer een paar jaar, twee jaar geleden gekocht. Alleen die was stuk gegaan. En ik was eigenlijk al op zoek naar een alternatief. En toen kwam ik deze tegen. Toen dacht ik, weet je, we gaan hem gewoon kopen. Ik heb de printer en de rolletjes gekocht. En in totaal was dit volgens mij inclusief verzending 50 euro. En als ik alles goed bij elkaar heb opgeteld, kom ik op een totaal van 312 euro. Dan gaan we door naar de categorie Milo. Ik moest weer even langs de dierenarts om een pilletje te halen. Dit was een tientje. Ik weet even niet zo goed of dit ontvlooiing of ontworming is. Een van die twee. Daarnaast hadden we ook weer voer besteld bij Edgard en Cooper. Daar bestellen we echt regelmatig. En deze bestelling was in totaal 113 euro. En naast voer hadden we ook nog een voorraad aan botjes besteld. En dit was in totaal 29 euro. En dan komen we op een totaal van 152 euro. Dan de categorie cadeau. En als allereerst had ik een cadeau voor mijn vriend gehaald. Of nou ja, deze bestelling bestond uit iets voor mezelf en mijn vriend. Want die was jarig en ik wist niet zo goed wat ik hem wilde geven. Dus ik heb hem een snuggie gegeven. Dus een ja, hoodie deken in één. We zijn er allebei dol op. Dus in totaal was dit 54 euro. En volgens mij had ik alleen nog iets anders aan het cadeau gedaan. Ik kan me niet meer herinneren. Ik ben het even kwijt. Maar dit was een van zijn cadeautjes. Dan had ik twee glazen als cadeau gehaald. En dit was een tientje. Dan was er ook een vriendinnetje jarig. En daar heb ik een kaartje naar verstuurd. En volgens mij had ik ook korting. Dus ik was 2,50 euro kwijt aan deze kaart. Hey, korting is altijd mooi meegenomen. En aan dezelfde vriendin had ik ook nog een boekenbon gegeven van 20 euro. En in dezelfde maand was er ook nog een andere vriendin jarig. En ik had haar meegenomen om ergens iets lekkers te halen. En ik had haar getrakteerd. Dus mijn bestelling en haar bestelling bij elkaar was in totaal 40 euro. En dan kom ik op een totaal van 136,50 euro. Dan de categorie huis. In plaats van wasmiddel gebruiken we nu wasstrips. Dat neemt ook zoveel minder ruimte in beslag.
En deze bestelling kostte 30 euro. En dan doe je er ook nog best wel lang mee. Dus dat is heel erg fijn. En naast de wasstrips hadden we ook nog een aantal dingetjes gekocht bij de IKEA. En dat was in totaal 75 euro. En dan komen we op een totaal van 105 euro. Dan gaan we door naar de volgende categorie. En dat is de categorie eten en drinken van ons twee. Dus van Ritchie en mij. We vinden het allebei leuk om verschillende tentjes in de stad uit te proberen. Zo waren we naar Bun Bun gegaan. En dit was 18 euro. Toen waren we ook langs Eclair geweest. En in totaal hadden we 3 pastries en 2 drankjes. En dit was in totaal 27 euro. Toen waren we ook langs de Joe & Juice geweest. 2 sandwiches voor 18 euro. En dezelfde dag sloten we ook nog af met een koffietje. En dat was een tientje voor 2 ijskoffies. Op een andere dag waren we naar Salvo geweest. Daar hadden we meerdere dingen samen gedeeld. Zo hadden we een koffietje, een croissant en een pistachebun. Ik weet niet exact meer wat het was. Maar dit was 16 euro. En we waren ook nog naar Amsterdam Donuts geweest. Volgens mij heet dat eentje zo. En daar hadden we een crème brûlée donut gehaald. En deze was 6 euro. Hij was echt heel groot en heel lekker. Dus dat was het meer dan waard. Thuis hadden we ook nog een keer pizza besteld. We hadden een XXL pepperoni pizza met een side en een milkshake. Ook dit hadden we gedeeld en volgens mij was dit 25 euro. En eigenlijk hebben we deze maand niet heel veel eten besteld. Wat heel erg fijn is, ook voor het portemonnee. Volgens mij was het maar 2 keer, want we hadden naast de pizza ook nog noodles besteld met een snackbox. Als ik het niet verkeerd heb, was dit 36 euro. En dan sluiten we deze categorie af met de hype. Ik had een sushi sandwich voor ons beiden gehaald om het te proberen. Want ik wilde gewoon kijken of het de hype waard was. Het was lekker, maar ik vond het geen 10 euro waard. En als ik alles bij elkaar optel van deze categorie, komen we op een totaal van 167 euro. En dan zijn we aangekomen bij de laatste categorie. En dat is de categorie boodschappen. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk best wel tevreden ben hoe we het doen met boodschappen. We hebben nu 2 vaste momenten in de week waar we sowieso boodschappen doen. Of dat nou fysiek is of dat we boodschappen bestellen. En dat werkt wel heel erg fijn. Hier en daar gaan we nog wel los naar de winkel als we iets missen. Of als we echt trek hebben in iets specifieks. Maar het hebben van 2 vaste boodschappenmomenten werkt heel erg goed voor ons. En afgelopen maand waren we in totaal 392 euro kwijt aan boodschappen. Dat waren dan mijn uitgaves van de maand oktober. Ik moet zeggen dat ik gewoon tevreden ben met mijn uitgaves. Wacht eens even. Ik ben iets vergeten. Ik pak het er even bij. Ik kan wel zeggen dat ik de afgelopen maand niet zoveel onnodige spullen heb gekocht. Maar dat betekent niet dat ik geld uit heb gegeven aan spullen die ik wel heel graag wilde. Zo heb ik dit gekocht. En deze tas stond echt al enorm lang op mijn wishlist. En hij was elke keer niet op voorraad. En toen kreeg ik een notificatie dat hij eindelijk op voorraad was. En dacht ik, ja, nu moet ik hem ook wel kopen. Was ik het van plan om het deze maand te kopen? Nee, niet per se. Maar omdat hij best wel schaars is, kon ik het niet laten. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze heb weten te bemachtigen. Hij was prijzig. Hij was 395 volgens mij. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Het is echt een tijdloze tas die je altijd kan gebruiken. Compact, maar kan nog best wel genoeg in. Dit is nu wel echt het einde. Volgens mij heb ik nu wel alles gedeeld. Nu leven we natuurlijk in november. Ik kan mijn Stoptober Challenge nu nog steeds wel gaan voortzetten. Want het is natuurlijk november. Misschien kan ik hem wel veranderen in no spender. No spending. No spending november. Al moet ik zeggen dat dat wel een lastige gaat worden. Want we gaan natuurlijk richting de feestdagen. En dit is juist de periode dat ik het leuk vind om geld uit te geven. Al is het niet voor mezelf, dan wel voor een ander. Het maakt niet uit wat voor maand het is. Het is altijd, of nou ja, ik vind het belangrijk om altijd bewust te zijn van waar je geld naartoe gaat. Oké, dit was al de video. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!